Ik ben sowieso trots op al mijn kinderen, al dus Xander de Buissonnie. En ik vind het gewoon fijn dat hij zijn hart volgt. Zan van Dijk is zonnewijs lieve jongen. Ik vind hem al veel volwassener dan ik was op die leeftijd. En ja, hij schrijft gewoon wat hij wil en dat vind ik ook knap. Hij denkt niet heel commercieel. En dan is het soms ook misschien een minder leuk, commercieel liedje. We gaan het er zo even over hebben, vervolgt Xander de buissonne. Van wat ga je nou in de toekomst doen? En wat wil zijn van Dijk? Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon een knaller. En daar hij is nu heel erg mee bezig. Hij is wel een beetje aan het denken van, oké, okay, hoe kan ik het zo kneden dat ik dat kan doen? Daar moet hij ook een beetje geluk bij hebben. Je moet het net op het juiste moment in de juiste tijd geest uitbrengen. Dan moet er ook niet veel om je heen gebeuren. Dus ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Ik zei ook op een gegeven moment tegen Sem van Dijk, je schrijft zoveel nummers, je zit zoveel in de studio. Maar je brengt eigenlijk bijna niets uit. Hij is nu in een fase beland waarin hij veel meer nummers gaat uitbrengen. Wij denken echter dat het verstandiger is om dat niet te doen. Jan Roos weet dat een zangcarrière niet is weggelegd voor Sem van Dijk, zo schreef hij eerder deze week in zijn column. Maar op een dag is het toch belangrijk om je koters met beide been terug op aarde te laten komen. Er zijn maar heel weinig mensen die van hun hobby een werk kunnen maken, de rest moet gewoon aan het werk zoals iedereen. Het wordt dan ook wel tijd dat Wendy en Xanter hun zoon eens vertellen dat hij misschien een beroepsopleiding moet gaan volgen, aangezien hem zijn carrière er niet in zit. Zijn aangenomen allochtone accentje helpt niet te verbloemen dat hij niet kan zingen en zijn schrijftalent is er al helemaal niet.